Het Kampjournaal met Renier Boerma. Geert Wilders boos op boer zoekt vrouw. Sprinkhanenplaag in Egypte. Cruiseschip gezonken voor kust Malta. Bouwwolkenkrabber stagneert. Goedenavond, dames en heren. Geert Wilders wil de regels omtrent importbruiding aanscherpen. Hij is van mening dat er een tsunami aan immigratie plaatsvindt in de agrarische sector. Als voorbeeld noemt hij de buitenlandse vrouw die meedoet aan het programma Boer zoekt vrouw. Wilders vreest voor de ondermijning van de Nederlandse cultuur. De vrouw heeft in een schriftelijke verklaring aangegeven met haar Nederlandse schoonmoeder mee te zijn gekomen en zeer gemotiveerd is de Nederlandse gebruiken over te nemen. Egypte wordt geteisterd door een sprinkhaanplaag. Dit zorgt voor grote voedselschaarste in het Noord-Afrikaanse land. De president voert gesprekken met leiders van minderheden van het land. Met name de leiders van de deelstaat Gozen. Deze onderhandelingen zijn op niets uitgelopen. Een en ander is geëscaleerd en heeft geleid tot een opstand. Massaal is de Joodse minderheid uit het land getrokken. Bij de grens met Israël kwam het tot een treffen tussen de regeringstroepen en de rebellen. Volgens bronnen is deze minderheid zonder schepen aan de andere kant van de Rode Zee gekomen. De Egyptische staat ontkent dit. Hoewel ze nog geen verklaring hebben gegeven voor de grote verliezen aan Egyptische zijde. De regering heeft een onderzoek naar het voorval ingesteld. In de Griekse hoofdstad Athene is het al dagenlang onrustig. Volgens onze correspondent concentreert de onrust zich rond één man die een toespraak heeft gehouden voor de Griekse volksvergadering. Het zou gaan om een religieuze kwestie, iets dat gevoelig ligt in Griekenland. De regering overweegt stappen. Voor de kust van het eiland Malta is na een hevige storm een cruiseschip gezonken dat bezig was met een rondvaart langs mediterrane havensteden. Opmerkelijk genoeg zijn er geen gewonden gevallen en kwam er niemand om het leven. De drenkelingen zijn goed opgevangen door de plaatselijke bevolking. De hulpverlening kwam snel op gang. In het golfstadje Dubai is begonnen met de bouw van de hoogste wolkenkrabber ter wereld. Reden voor de bouw is dat men uit wil kijken over de wijde omgeving en een icoon wil zijn in de regio. De werkzaamheden lopen echter ernstige vertraging op door een taalconflict tussen de aannemer en de staalleverancier. Volgens ingewijden is het nog maar zeer de vraag of de bouw voltooid kan worden. Irak is na een belastingconflict het semi-onafhankelijke Israël binnengevallen. Daarbij zijn grote groepen van de inheemse bevolking afgevoerd naar de Irakese hoofdstad om daar de openstaande schuld te vereffenen. De VN heeft de Iraakse agressie afgekeurd en pleit voor een vreedzame oplossing. In de woestijn van Afghanistan is een man begonnen met een wat curieus levensproject. Hij bouwt een boot waarmee hij naar eigen zeggen de wereld wil redden. Volgens hem zal de wereld vergaan op 21 december van dit jaar. Onderzoekers van de NASA hebben een nieuwe ster ontdekt. Opmerkelijk was de felheid van de ster. Waarom een ster van dergelijke omvang niet eerder is ontdekt, is onbekend. De onderzoekers menen dat het hemellichaam plotseling is verschenen. In Japan is een rijke man in één klap zijn complete Ferrari-wagenpark kwijt. Zijn kinderen, met wie hij aan het toeren was, zijn allen bij dit ongeluk om het leven gekomen. Dit vlak nadat zijn aandelen op de beurs niet meer waard waren. De reden voor de ongelukkige samenloop van omstandigheden is onbekend. Trending topic op Twitter is een curieus gerucht van een man die de doodstraf heeft overleefd. Ja, drie stuk zei ik. Ja, maar ik kan nu niet praten, want ik zit in de live uitzending. Ja, drie stuks dus. Ja, dag. Sommigen menen
dat hij, na daadwerkelijk overleden te zijn, is opgestaan uit de dood. Anderen zeggen dat vrienden van de veroordeelde zijn lichaam hebben gestolen. In delen van het land kunnen zich hevige hagelbuien voordoen. Zeker is dat in de komende weken er veel neerslag zal vallen. Sommige meteorologen voorspellen dat men de komende 40 dagen rekening moet houden met aanhoudende regenbuien. Tot zover de berichtgeving in dit journaal. Ik wens u namens de voltallige redactie nog een heel prettig kamp.